What's good, Calvin? Mijn naam is Calvin, ook wel Calvin. En fantastisch dat je weer kijkt naar een nieuw filmpje. Het is weer een nieuwe dag, het is weer een frisse dag. Wat zeg ik? We zijn er weer helemaal klaar voor, jazeker, ja. Ja, dames en heren, we zijn er weer helemaal klaar voor. Vandaag is een bijzondere dag. Er gaat vandaag een strijd gestreden worden die jullie niet hadden zien aankomen. Het is een bijzondere strijd, het is een strijd die nog nooit eerder gevoerd is. En ik zal hem jullie helemaal uitleggen, maar voordat ik dat ga doen, ga ik jullie even vragen om te abonneren op mijn kanaal. Join the Calvin, it's all good, man. Hey, dankjewel. En dan toch bezig zijn met, hè, op klopjes klikken. Op klopjes klikken. Op klopjes klikken. Gek. Waarheen leidt de weg? Volg me even op Instagram. Ja, dat vind ik leuk. Ik doe mijn best om coole foto's te maken zoals deze. Of deze. Of deze. Of deze. Ik ga je wat leuks laten zien. Mijn grote vriend Dylan Hagens. Dylan en ik kennen elkaar al sinds day one of the YouTube tijdperk, oké? Okay? De dagen waarin tv-persoonlijkheden nog niet op YouTube zaten. De tijden waarin grote corporaties en mediabedrijven geen kanalen starten op YouTube. Die tijden. Dat waren de tijden van mij en Dylan en allemaal andere jongens zoals Milan en nog wat mensen. Ja. Maar goed, Dylan heeft een tijdschrift en ik moet je eerlijk vertellen, ik krijg niet betaald om dit te laten zien. Helemaal niet, maar ik gun het Dylan gewoon. Kijk even deze gast shine dan. Ik bedoel, het is bijna hetzelfde als je zo kijkt. Allebei oranje, blonde haren. Wat wil je nog meer? A great one. Ik vind het geniaal. Ik vind het fucking geniaal. Goed, het is tijd om over te gaan op de orde van de dag. Namelijk, je hebt het aan de titel gezien. Calvin versus Stuk TV. Het gaat beginnen. Kijk, sommige YouTubers vinden het nodig om de ring in te stappen om voor eens en voor altijd te beslissen wie de beste is. Zo, roll the clip. Ja. Dat gebeurt en ik weet niet precies waarom mensen dat doen. Kijk, als je mij kent, dan weet je dat ik niet echt een gewelddadig persoon ben. Ik hou er gewoon van om liefde te tonen aan de rest van de wereld. Want ja, we doen eens gek, je bent al normaal genoeg. We moeten met z'n allen gewoon genieten van elkaar en niet elkaar pointjes op de face geven. De enige papi die ik mag slaan is deze camera. What's good, man? Waarom zou je dat doen? Maar ik leek het toch leuk. Het leek me toch bijzonder om een strijd aan te gaan tegen andere YouTubers. En dat ga ik doen door middel van een, let op, polletje. Ik heb het volgende gedaan, dames en heren. Ik heb deze story geplaatst. What's good, Calvin? We gaan even een leuk quizje spelen. Ik wil dat je de komende 10 stories gaat stemmen op je favoriet. En je hoeft niet per se op mij te stemmen omdat dit mijn account is. Maar stem gewoon op wat jij het beste vindt. Dus je hoeft het niet voor mij te doen. Ik wil je objectieve mening weten, oké. En daarna 10 stories met stellingen tussen mij en motherfucking Stuk TV. Jawel, de papies. Mocht je Stuk TV niet kennen, dan ben je een beetje vreemd. Maar dan alsnog heb ik even wat fragmentjes voor je verzameld. Zijn de kluis aan het openmaken? Hij ziet iemand in een oranje pak! Hij ziet iemand in een oranje pak! De hok voor schapen, weet je welke kant dat is? Oh shit! Oh. Oh. Ja hoor, ik heb ze niet echt gevraagd of ik deze strijd met ze mag aangaan, maar hey, het is de vrijheid van het internet, dus fuck yeah, bitches. Zijn jullie klaar voor de ultieme strijd? Met als eindvraag in de polletjes Instagram Rakes of the Lifetime in the Universe, inclusief Linda de Mol. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, de hamvraag. De allerlaatste vraag is, wie is de beste YouTuber? Period. Calvin of Stuk TV? Boy, dit is even spannend. De eerste vraag. Welk kanaal heeft de grappigste video's? Oh my god damn! Ik kies per definitie altijd voor mezelf. Dat betekent niet dat het heel veel zal uitmaken. Want er hebben inmiddels een paar duizend mensen deze stories gezien. Wat betekent dat mijn stem niet zo heel boeiend meer is. Maar wat wel betekent dat mijn ego vooral kapot gemaakt kan worden vandaag. Want ik zal jullie even vertellen. Stuk TV heeft zeg maar 2. nog wat miljoen abonnees. Ik heb er net 1. Dus ja. Ik ga gewoon stemmen op mezelf. Let's do this. Yeah! Oh man, god damn! Dat is een goed begin van de avond. Oké, okay, 62% voor je papi. Dat is een goede score. Dan moet ik eerlijk toegeven, mijn kanaal is toch iets meer gericht op de comedy. Maar misschien was het een beetje een gekleurde vraag. Desalniettemin, de volgende stelling. Welk kanaal heeft het mooiste logo? Oh shit! Dit is wel een confronterend conceptje wat ik heb bedacht. Want ik ben trots op mijn logo. Ik vind mijn logo strak, ik vind het mooi. Het is een paprika met mijn voorletter erin, weet je wel. Het is alles wat je nodig hebt in je leven en meer. Dus hè, ja. Ik heb iets in mijn oog. Ik heb iets fucking in mijn oog. Ik heb fucking iets in mijn oog. Ja. Maar het logo van Stuk TV is wel gewoon classic. Het is wel classic. Ik ga gewoon op mezelf stemmen hierover. Ja! Oh boy, oh boy, I got this.
I got this. It is 55% vindt mijn oké. 55%! Ja. 55% voor je boy Calvin. Ik vind het wel leuk om te zien dat het dicht bij elkaar zit. Dit was een close call. Oké, let's fucking go naar de volgende. Mocht je afvragen, hey, Calvin, jouw haar, het is lang. Mocht je afvragen, Calvin, jouw hoofd, wat is het? Geïrriteerd. Nou, dat komt omdat ik net iets heb gedaan voor een bepaald programma wat er weer aankomt. Dat verschrikkelijk was, maar het is wel gelukt. Dus fuck jullie allemaal. Ik ga niet zeggen wat het is, maar het wordt fucking epic. De volgende. Ik heb veel te veel energie over. Dat is het. Ik moet stoppen met koffie drinken. Als er één kanaal verwijderd moest worden, welke zou dat zijn? Je moet kiezen. Oké, we komen iets dichterbij. Ik kies natuurlijk voor Stuk TV. Ja, ik had het niet mijn eigen kanaal verwijderen, dat is toch knetta. Nee! What the fuck, G? What is this? Ik ben echt even helemaal van slag door dit. What the fuck? Ik doe het hoor, ik verwijder het. Ik zweer het je, ik doe het echt. Ik fuck niet met je, man. Is dat altijd wat jullie hebben gewild? Mijn kanaal verdwenen, verwijderd. Maar hey, ik had wel het mooiste logo, dus fuck yeah. We zijn bij vraag nummer 4 aangekomen. Ik moet nu al zeggen, dit is een legendarisch formatje wat ik bedacht heb. Het is simpel, het is makkelijk te doen, het is fucking epic, het is spannend. Mijn ego gaat naar de kloten. Welke kanaalnaam klinkt het lekkerst? Ja, weet je, soms heb je woorden die gewoon lekker klinken. Dus gewoon bijvoorbeeld klinker. Dat is gewoon een lekker woordje, weet je wel. Klinker, kikker. Het klinkt gewoon wel lekker. Een woord dat minder lekker klinkt is revendagel schamper tevendag. Maar goed, welk kanaalnaampje klinkt het lekkerst? Calvin of Stuk TV? Ik denk misschien wel Stuk TV. Stuk TV, we gaan Stuk voor jou. Deze guys hebben hun game unlocked. Je weet wat ze zeggen. Stuk TV. Ik ga op Stuk TV stemmen. Ik ga voor het eerst even op de tegenstander stemmen. Weet je, je moet toch een beetje kansen bieden en zo. Snap je? Wow! Nee! Dit is niet nu net gebeurd. 50 tegenover 50. Ja, er zit maar één ding op. Ik ga even terug en dan ga ik weer naartoe. En dan hebben waarschijnlijk wat meer mensen gestemd. En dan leunt hij misschien een bepaalde kant op. Ik ga even terug. Ik ga weer heen. En dan zullen we zien dat het lekkerste kanaalnaampje, wat het allerlekkerste over de tong rolt, is Stuk TV. Kak! Misschien was het wel die 1% mijn stem. Had ik maar, ik had toch gewoon mezelf moeten stemmen. Ik had fucking aan mezelf moeten stemmen. Ja, dat is fuck. Volgens mijn berekeningen staat het momenteel 2-2. En dat is een mooie score. 2 voor Stuk TV, 2 voor Calvijntje. Door. Met welk kanaal zou je het liefst carnaval vieren? Dat is wel een bijzonder vraagje. Weet je waarom? Want Giel is Brabants. Dat betekent dat hij weet hoe je carnaval moet vieren. Hey, want ja, daar zit potentie in. Dus ik denk dat mensen voor Stuk TV gaan. Dan kan ik zou ook liever met Stuk TV mijn carnaval willen vieren. Want ja, en met mezelf is een beetje weird. Ja, is een beetje vreemd. 59% Stuk TV. Ja, die had ik aan kunnen zien komen. Dus eigenlijk met z'n drieën is veel gezelliger. Ik bedoel, als je dan ruzie krijgt, dan win je sowieso een gevecht. Want je hebt drie gasten bij. Kijk, als je ruzie krijgt en ik sta ernaast. Oh, I'm out of there. Ik ben klaar. Ik ren gewoon naar huis. Fuck dat. Ik ga met mijn katten knuffelen. Het staat 3-2, dames en heren. Het is tijd voor vraag 6. Welk kanaal gun je een Veet Award? Jazeker. Mocht je niet weten wat een Veet Award is, dat is toch wel misschien een van de grootste publieksprijzen van Nederland. Als het gaat om de YouTubers in ons lijntje. Jazeker. De Veet Awards zijn weer op 23 maart. Het wordt zacht gezegd legendarisch. En mocht je erbij willen zijn, dan kun je een kaartje kopen op Veet.nl. Doe het. Deze mensen treden allemaal op. Deze mensen zijn er allemaal niet bij, want de helft ervan is dood. Ja, succes editor met dit grappig maken. Calvijntje, je moet dood. Ja. Maar goed, welk kanaal gun je een Veet Award? Kijk, Stuk TV heeft er al wel veel gewonnen, hè. Als ik heel over nadenk, dan vind ik Stuk TV misschien wel, op bepaalde vlakken een net iets betere YouTuber dan ik. En dat betekent dat ik, als ik moest kiezen, ik zou niet zo snel voor mezelf kiezen. Welk kanaal gun je een Veet Award? Ik klik op Stuk TV. Oh, lekker! Lekker, mensen gunnen mij dingen deze dagen. Hey, 57% voor je boy. Jazeker, let's go. 3, 2, 1. We gaan over op de volgende vraag. Het staat motherfucking 3-3. Het wordt verdomme nog spannend. Oké, verdikkie. Welk kanaal hoort een bioscoopfilm te hebben? Welk kanaal hoort een bioscoopfilm te hebben? Jazeker. Ik zou een bioscoopfilm wel leuk vinden. Dus ik ga op mezelf stemmen. Mensen willen liever een film van Stuk TV. Dat is niet leuk. Dat is helemaal niet leuk, jongen. Dat vind ik echt niet leuk. Maar we moeten door. 4-3 voor Stuk TV. De volgende vraag. Welk kanaal kijk je het liefst als je een beschuitje met worst eet? Jazeker. Dat is die nogal specifieke vraag. Maar wel belangrijk. Want we eten allemaal wel eens een beschuitje met worst. Toch? Toch?
Ja, ik kies een stuk tv. Ik kijk niet zo vaak naar mijn eigen kanaal. Weet je waarom? Omdat ik al mijn video's al gezien heb. Ik word een beetje gek van mijn eigen hoofd. Mijn editors worden gek van mijn hoofd. Waarschijnlijk hier staat tekstje waarin ze gaan vertellen hoe erg ze van mijn hoofd. Verschrikkelijk. Is het zo erg, jongens? Doe even. Hallo, ik doe ook gewoon mijn best hier, ja. Dus ik kijk niet zo vaak naar mijn eigen YouTube kanaal. Wat betekent dat ik wel naar stuk tv kijk. Wow! Wee, yo! Die is lekker! Mensen kijken het liefst naar mij als ze een beschuitje met worst eten. Fuck yeah, bitches. Dat is informatie waar ik iets mee kan. Maar het staat verdomme gewoon 4-4, joh. Nog 2 vragen te gaan. Welk kanaal bereikt als eerste 5 miljoen abonnees? Ja, nou, dat is natuurlijk een hele logische. Dat ben ik natuurlijk. Bedankt voor jullie vertrouwen. Dat is op zich wel een redelijk voor de hand liggende vraag. Ik bedoel, StukTV heeft gewoon 1 miljoen meer. Dat betekent dat ze 1 miljoen minder verwijderd zijn van 5... Ja, jullie kunnen ook rekenen, ik weet het. We zijn aangekomen bij de allerlaatste vraag. De belangrijkste. De hamvraag. Welk kanaal is het beste? Calvin? Of motherfucking StukTV? Ik ga op mezelf stemmen. Omdat ik zelfverzekerd ben en ik wil dit niet verliezen op basis van mijn eigen stem. Want straks is het weer 50-50 en dan ben ik weer die 51, weet je wel. Dus dan... Oké. Ik zie die jongens staan van StukTV, ik kijk ze recht in de ogen aan en ik denk, jongens, ik gun het jullie zo. Ik vind jullie zo goed in wat jullie doen, maar aan de andere kant, weet je, ik heb gewoon een familie om voor te zorgen. Ik moet brood kunnen eten en geven aan mijn dieren en ik moet fucking een paraplu hebben als het regent, snap je? Dus daarom dat ik ervoor kies om jou te vragen om te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel. Oké. Focus, dames en heren, jongens en meisjes. De hamvraag. Welk kanaal is het beste in de allereerste aflevering van wie is de beste YouTuber ever ooit in het hele leven in het universum zonder Linda de Mol of toch wel met? Ik kies voor Calvin. Ik vind het heel leuk. Ik ben gewoon gepakt in mijn eigen spelshow. Dat is diep triest. Ik kan het even niet meer aan. Ik kan het even niet meer. Abonneer even op mij. Dankjewel.